Wat is je minst favoriete dagelijkse bezigheid? Alles wat met huishouden te maken heeft. Daar heb ik echt een gruwelijke hekel aan. Waar zou je wel willen wonen? Nou, ik heb veel in Italië gewoond, of veel jaren. En daar zou ik eigenlijk wel het liefst willen wonen, in Rome. Op een mooi landhuis buiten Rome zou helemaal ideaal zijn, maar daar zou ik wel het liefst willen wonen. Welk talent had je graag willen hebben? Nou, ik zou heel graag, wat me heel leuk zou lijken, is dat ik heel goed kon schilderen. Je hebt nu dat meisje dat de nachtwacht naschildert. Nou, dat lijkt me echt zo tof als ik dat zou kunnen. Maar ik kan echt voor geen hout tekenen. Echt helemaal niks heb ik daarvan, van dat talent. Is er een overleden schrijver die je bewondert? Ik heb een half jaar geleden het boek van Tolstoj gekregen. Oorlog en Vrede. En ik dacht echt, dat vind ik echt niks aan. Of dat lijkt me te heftig, want het is zo lang geleden geschreven. Maar het is ontzettend leuk geschreven, vond ik. Ik vond het wel echt goed, leuk en die stijl, die bewonderde ik echt wel heel erg aan hem. Wat doe je als je later oud bent? Nou, het liefst heb ik dan dat landhuis bij Rome. Waar ik een moestuin heb en een beetje dieren aan het verzorgen ben. Boekjes lees de hele dag. Dat hoop ik als ik oud ben, dat ik dat kan doen. Wie was Marietje Kessels? Marietje Kessels was een meisje van 11 jaar. En zij is op een dag door haar moeder eruit gestuurd om pianoles af te zeggen. Want ze gingen rijden met de ezelwagen met de hele familie. Maar daar is ze nooit van teruggekeerd. En 2 dagen later is ze in de kerk gevonden, naakt en dood. En op dat moment begon het grote onderzoek. Wie heeft dit op zijn geweten? En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Hoe kan het dat deze zaak nooit eerder is opgelost? Ik denk eigenlijk vooral dat de zaak niet opgelost kon worden, omdat er te veel belangen speelden. Het meisje was gevonden in een kerk en het idee dat de kerk daarmee te maken kon hebben, dat mocht in het katholieke Brabant niet. Dus of dat nou een doofpotaffaire was of dat het niet mocht, dat komt in het boek dan weer naar voren. Waarom ben je zo gefascineerd door de zaak van Marietje Kessels? Ja, dat is eigenlijk omdat ik denk omdat het nooit is opgelost. Het is altijd een mysterie geweest. Het is in de kerk en gebeurt in een streng gelovige samenleving waar heel veel mensen hun mond hielden. Dat fascineert me. En ik zat op de middelbare school naast het graf van Marietje. Dus en mijn overgrootmoeder was haar beste vriendinnetje. Dus ik wist de verhalen al van kind af aan van mijn opa. Dus het is. Het is mijn hele leven, ken ik het verhaal altijd al wel. En ik vind het ook altijd heel interessant dat enorme instituut van de katholieke kerk, die zo ontzettend veel macht heeft. Het komt hier eigenlijk allemaal samen. True crime, zo'n gelovige samenleving. Ja, ik vind dat heel interessant. Je hebt contact gehad met de familie van de pastoor. Hoe was dat? Ik ging daarheen echt met knikkende knieën, want ik dacht echt, zij zien me als een soort verrader die een boek schrijft over hun familie, waarin die pastoor ervan langs gaat krijgen. Dat valt overigens ook wel mee. Maar zij waren ontzettend aardig en we hebben een heel leuk gesprek gehad. En ze staan er ook al nuchter in. Het is ook een oud oom of een oud, nou, in ieder geval een man die ze nooit hebben gekend. Wat zijn de banden nog met zo iemand? Ze hoopt natuurlijk wel dat de pastoor het niet gedaan heeft. Ik dacht dat ze echt heel erg fel tegen het boek zouden zijn, maar dat was totaal niet zo. Het was eigenlijk een heel gezellig gesprek. Dus ik had geen knik in de knieën in ieder geval hoeven te hebben van tevoren. Oh. Waarom houdt de zaak Marietje Kessels-Tilburg al 120 jaar in de greep, denk je? Wat ik net zei, het is nooit, omdat het nooit is opgelost. Het is een samenleving die eigenlijk ook alweer vervlogen is. Die streng katholieke samenleving waar iedereen ook wel een beetje volgens mij het mee gehad had in Tilburg. En omdat ze natuurlijk denken dat de pastoor het heeft gedaan en dat dat in de doofpot is gestopt. En dat dat nooit duidelijk is geworden. Dus het is eigenlijk gewoon, zijn de ingrediënten voor een goede true crime. En ik denk dat daarom mensen daar nog steeds geïnteresseerd in zijn.